Wist je dat een standaard landbouwkavel in Noordoostpolder 300 bij 800 meter is? En wist je dat Marktplaats uit Emmeloord komt? Dat is daar begonnen. Zomaar twee leuke weetjes uit Noordoostpolder. In onze zomerserie staat vandaag een van de 10 groendorpen centraal. Tollebeek, het dorp van niks. Van niks? Ja, zo wordt het wel genoemd. Zeg jij dat? Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zou ik niet durven. Nee, want het is gewoon een hartstikke leuk dorp. Verslaggever Reo van der Weijen die deed navraag over die bijzondere benaming. En dat deed hij bij twee Tollebekers in hart en nieren. Jan Zwart en Hans van Dijken. Tollebeek, dat wordt ook wel het dorp van niks genoemd. Ja. Hoe pijnlijk is dat als ik dat zeg? Nou, wij weten de story. Het is een architect geweest die het dorp ontworpen heeft. Ja, dat is niks meer. Dus wij weten waar het vandaan komt. Maar wij zeggen Tollebeek het dorp van alles. Het dorp van initiatieven, het dorp van beweging, van initiatieve activiteit. Ja, spontaniteit. Ja. Een dorp wat soms best wel eens bruist. En dat doen we met elkaar. Dat, die architect, meneer Nix, die heeft hier in de tijd wat huizen neergezet. En hij vond dat ze zo moesten staan. Nou, dat nemen we voor kennisgeving aan. Maar het dorp, dat zijn wij. Ja, dat klinkt wat. Klopt. Maar met elkaar maak je dorp. En, nee, het dorp van Nix, dat nogmaals voor kennisgeving nemen we dat aan. Maar dat worden we niet echt anders van. Wat maakt jullie nou het meest trots op dit dorp? Ja, eigenlijk een beetje wat jij al zegt, hè? Dat we met elkaar in staat zijn om heel veel dingen tot stand te brengen. Als er gezegd wordt van het lukt niet, dan gaat het bij ons juist tegenwerken. En dan zeggen we, daar gaan we ervoor, het moet lukken. Ik bedoel, het is toch een beetje denken de pioniersmentaliteit van de polder, wat in alle dorpen hier in de polder leeft gelukkig. En ja, als het niet lukt, dan je hebt een idee en je gaat ervoor, dan moet je het afmaken. En, dat is een beetje het mooie vind ik van de polder, er zijn in de 50e jaren 10 dorpen neergezet met een idee erachter. Voor de buitenstaander zijn dat zeker toen misschien wel wat gelijke dorpen leken op elkaar. Maar je ziet nu, het zijn 10 dorpen geworden met een eigen, ieder dorp heeft toch zijn eigen sfeer en zijn eigen mentaliteit en zijn eigen karakter vooral. En Krachenburgers zijn trots op hun dorp, Ruttenaren ook. En wij zijn trots op Tollebeek. En zo moet het ook. En ook wel een beetje trots op alle dorpen in de polder. Ja. Dat we toch met elkaar de kop te boven houden.